Groep 7 van basisschool De Optimist in Lelystad heeft de langlevende muziekshow in Flevoland gewonnen. Juf Amy zag de oproep om mee te doen en gaf de klas op. En ik dacht, ja, dat is een mooi doel met z'n allen aan te gaan werken. We werken veel samen in de klas en ook door deze wedstrijd hebben ze nog beter leren samen te werken. Ook de concentratie is gewoon heel erg vooruit gegaan, want ze hebben echt geleerd om met discipline echt aan een act te gaan werken. En dat is wel ook te zien aan het resultaat. Ik ben zo blij dat ik hier sta. De klas heeft een lied geschreven en daarbij een videoclip opgenomen. Ze zijn er een lange tijd mee bezig geweest. En dat is goed voor de kinderen. Het is superbelangrijk dat kinderen met muziek bezig zijn. En het is ook juist superbelangrijk dat ze met muziek bezig zijn in het onderwijs. Want muziek stimuleert eigenlijk alles. Je gaat er beter door rekenen, je gaat er beter van denken. En je doet het met je lijf. Dus het is heel belangrijk dat muziek ook echt een groot onderdeel wordt van het onderwijs. In december is het kerstmuziekgala en dan mag de klas in de Brabanthallen in Den Bosch optreden. Samen met andere winnende scholen uit het land vormen ze de grootste schoolband van Nederland. Koningin Maxima is daarbij aanwezig. De kinderen van groep 7 verwachten daar veel van. Ik vind het superleuk en ik verwacht ook heel veel van de klas. En dat we het heel goed gaan doen en dat koningin Maxima het heel goed... Maxima het goed gaat vinden. Ik hoop dat ze het leuk gaat vinden en goed. Ik verwacht dat ze blij wordt, dat ze het leuk vindt en dat ze het mooie muziek vindt. Optimister.